Het Safe Spring Plan, zo heet het plan dat Horeca Vlaanderen klaar heeft en op basis waarvan de sector hoopt op 1 april de deuren weer te mogen openen. Onder strenge voorwaarden, zoals het handhaven van je bubbel en je persoonlijke knuffelcontact, ook op café, en FFP2 mondmaskers voor het personeel. Als we 18 maart zijn, zijn we op een jaar tijd 8 maanden dicht geweest. Er zijn zelfs collega's die zowel als niet zijn open geweest. Dus wel, dat is hard en dat blijft duren en je ziet het einde niet. Hè? Het weegt bij brasserie-uitbater Dimitri, maar ook bij zijn klanten. De horeca is er dan ook van overtuigd dat ze hun steentje kunnen bijdragen in deze crisis. En zelfs voor een mentale opkikker kunnen zorgen. We weten dat dat virus er vandaag is. We willen daar zo snel mogelijk vanaf. Maar er broeit iets en dan denk ik dat gecontroleerd genieten altijd een betere oplossing is dan bepaalde zaken die we dit weekend hebben gezien, die menselijk zijn, maar die natuurlijk niet bijdragen aan de oplossing. En we willen ook redelijk zijn. We vragen niet het onmogelijke. 1 april lijkt ons een goed moment om veilig te kunnen heropstarten. Die coronaveiligheid zit al in het protocol van juni vorig jaar. En daarbovenop stellen ze nog een aantal extra maatregelen voor. Concreet een FFP2-masker voor bedienend personeel bij die start in april. Het sluitingsuur een half uurtje voor de avondklok. Een CO2-meter om af en toe gewoon de luchtkwaliteit eens te meten en waar nodig bij te verluchten. Eenvoudige zaken die mee evolueren telkens met de beslissingen van het overlegcomité. Dimitri ziet al die extra maatregelen zeker zitten, want de goesting om weer aan de slag te gaan is groot. Kriebelt het? Amai. En dan moet je sporten, maar wij willen vooral werken. Wij willen echt werken. Ik wil werken, de collega's willen werken, maar de mensen die voor mij werken willen werken. Wij willen echt. We zijn er klaar voor. We willen.